Hoi allemaal, ik ben Esmee Visser, schaatser, studenten en daarnaast een leuk persoon. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Welkom in de WK Studenten Schaatskamer. We gaan nu praten over schaatsen, studie en ook het sociale leven daarnaast. Het allermooiste aan het schaatsen is wel het gevoel wat je hebt als je over het ijs gaat. Je stopt er energie in en hoe je de snelheid maakt. Hoe je een klein beetje techniek en dan heel veel sneller kan gaan. Ik vind dat het mooiste aan het schaatsen. Het gevoel als je goud wint, bij mij goud was het. Ik was me niet echt heel erg bewust van dat moment. En je doet dingen dat je, waar je niet bij nadenkt. Dus later zag ik beelden terug van hoe ik reageerde op het Olympisch goud. En dat heb ik niet bewust gedaan. En dat is allemaal zo leuk dat het gewoon uit emotie en plotseling dat je zulke dingen doet. Nee, eigenlijk niet. Mijn doel is nog steeds deelnemen aan de Olympische Spelen en daar het beste uit te halen. En ik vind elk toernooi en elk Olympische Spelen is denk ik weer anders. En daar zie ik als iets nieuws wat ik nog nooit heb meegemaakt. Dus ben ik heel hongerig nog voor om dat te halen. Ik schaats omdat ik het schaatsen echt super mooi vind. En zolang ik dat zo zie, dan blijf ik doorgaan met schaatsen. Als ik het niet meer leuk vind, dan stop ik ook gewoon. Nee, ik kijk het echt jaar per jaar. Vorig jaar was het doel om een WK te rijden. En dit jaar is weer een WK en op Hoogland ook. Dus dat is wel echt hoofddoel voor dit jaar. Vorig jaar werd het zilver en ik zou nu wel graag goud winnen. Nee, ik heb wel echt een hele grote intrinsieke motivatie. En ik vind trainingen eigenlijk bijna nog mooier dan wedstrijden ook. Dus elke training vind ik echt mooi om te doen. En het gaat eigenlijk vanzelf. Ik hoef nooit echt heel erg op te peppen daarvoor. Ja, ik vind eigenlijk wel het traject mooier dan prestatie. En uiteindelijk, weet je, ik heb echt heel erg genoten van Olympisch goud. Maar ik heb ook heel erg genoten van die race zelf, ook al ga je helemaal dood. Eigenlijk, ik denk dat mijn beste eigenschap, dat is zowel voor de sport mijn beste eigenschap, maar ook voor het studeren mijn beste eigenschap. Maar dat is perfectionisme. Ik wil altijd beter en wil nooit opgeven. En daarmee schop ik het heel ver in de sport. En daarmee schop ik het ook heel ver in de studie. Maar het is ook een valkuil dat je te veel doet. Ja, te graag wil, te weinig die ontspanning eigenlijk opzoekt. Dat wordt de kunst om dat in mijn carrière nog goed te houden. Nou, ik ga eerst even trainen weer. En dan gaan we daarna in de volgende video het over de studie hebben. Wil jij nou meer weten over hoe ik mijn sport combineer met mijn studie en mijn sociale leven? Kijk dan volgende week naar de volgende video.